Wat ik leuk vind aan tekenen en schilderen is om steeds weer iets nieuws te zoeken. Vandaar dat het boek over de Okapi wat ik heb gemaakt een heel fijn boek was om te maken, omdat daar heel veel verschillende stijlen in terecht zijn gekomen. Ook zo'n krabbeltje bijvoorbeeld. En dan zit ik zo aan die Okapi te denken dat ik die streepjescode alleen maar kan zien als Okapi billen. Dieren tekenen is net als eigenlijk alles wat je wilt tekenen. Je moet gewoon heel goed kijken naar hoe ziet het eruit. En om dat te kunnen laten zien heb ik wat foto's van de Okapi afgedrukt. Op zo'n foto trek ik allemaal lijnen om alle verhouding in mijn hoofd een beetje in beeld te krijgen. En dan ga ik maar vaak gewoon beginnen. Ik wil ook heel direct tekenen. Je zou natuurlijk precies hetzelfde met potlood kunnen doen. Maar een potloodlijntje is echt een ander lijntje dan een kwaststreek. En ik hou van kwaststreken. Wat naast die verhoudingen heel erg belangrijk is, is het licht-donker. En als je dat licht en donker op de juiste plek een beetje neerzet, dan zou dat dus die Okapi moeten worden. Ik teken ook wel veel mensen, maar mijn voorliefde voor dieren. Met dieren kan je bijvoorbeeld een giraf in een bushokje stoppen en die vult dan het hele bushokje. Met één mens kan ik niet een heel bushokje vullen. Wat ik altijd prettig vind om nog toe te voegen is de schaduw op de grond, omdat die anders een beetje zweeft. Die raakt die schaduw niet, waardoor dat pootje van de grond komt. Ik vind een mooie, gevoelige tekening veel belangrijker dan een perfecte gelijkenis. Er zit gevoel in en zo kan je ook je eigen kat tekenen. Dus niet bang zijn, gewoon tekenen.